Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Jason Simon, woordvoerder van de president. En voor vanavond ben ik uw MC. Allereerst wil ik welkom heten de aanwezige ministers, in het bijzonder de aanwezige mediahuizen en niet te vergeten kijkers en luisteraars voor deze persconferentie die wij houden na onze regeringsraadsvergadering. De aanwezige ministers zijn de minister van Grondbeleid en Bosbeheer, minister Forswijk, de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, minister Panay, en de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zal later aanschuiven. De ministers zullen heel in het kort ingaan. Ze zullen een korte inleiding geven, waarna de mediahuizen vervolgens in de gelegenheid gesteld zal worden om bij de eerste ronde 2 vragen te stellen. Zo dadelijk zal ik het woord geven aan minister GBB om u een korte inleiding te geven. En daarna minister Panay. Of wilt u het omgekeerd? Correctie, we zullen minister Panay eerst in de gelegenheid stellen. Alsjeblieft, minister. Dank u wel. Goedenavond. Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting wordt het sociaal programma uitgevoerd. Dat bestaat uit verschillende uitkeringen. Die worden verstrekt op basis van de taak en doelstelling van het ministerie. Er zijn in dit verband 5 beleidsinstrumenten via welke al dus ondersteuning aan de gemeenschap wordt verleend. We kennen de AOV-uitkering, welke bestemd is voor seniorenburgers vanaf de leeftijd van 60 jaar. De maandelijkse uitkering bedraagt 1750. En zij is gebaseerd op de wet instelling Algemeen Ouderdagvoorzieningenfonds. Op dit moment komen landelijk per juli 2024 75.999 personen voor in het bestand. Van 1 januari 2024 tot en met juli 2024 is in totaal 921.273.750 SRD uitgekeerd aan deze voorziening. De algemene kinderbijslaguitkering, welke bestemd is voor kinderen die elders geen kinderbijslag ontvangen. De uitkering bedraagt maandelijks 200 SRD per kind, tot een maximum van 4 kinderen per gezin. Zij is gebaseerd op de resolutie van 27 juni 1973. Op dit moment komen landelijk per juli 2024 89.252 kinderen voor in het bestand. Dit is het bestand van geheel 2023, omdat de betaling van AKB altijd achteraf plaatsvindt. Van 1 januari 2024 tot en met juli 2024 is in totaal 10.483.875 uitgekeerd aan deze voorziening. De financiële bijstand mensen met een beperking is bestemd voor elke persoon die leeft met een beperking. Het maandelijks bedrag is per 1 juli 2023 gesteld op 2500. De toekenning van deze uitkering is gebaseerd op de missieve van de RVM nummer 58. Op dit moment komen landelijk per anno juli 2024 19.751 personen voor in het bestand. Dit aantal is exclusief de districten Brokopondo en Sipaliwini, omdat daar de registratie nog moet plaatsvinden. Van 1 januari 2024 tot en met juli 2024 is in totaal 53.562.500 uitgekeerd aan deze financiële bijstand voor mensen met een beperking. De financiële bijstand zwakke huishoudens is bestemd ter ondersteuning van huishoudens om armoede te mitigeren. Op dit moment komen landelijk per juli 2024 15.915 personen voor in het bestand. Dit aantal is exclusief de districten Brokopondo en Sipaliwini. En van
januari 2024 tot en met juli 2024 is in totaal 27.851.250 uitgekeerd aan zwakke huishoudens. De KKV-uitkering bedraagt op dit moment 1800 per maand. Zij bestaat uit 7 componenten en zij wordt uitgekeerd aan huishoudens, aan personen met een beperking en aan AOV-trekkers met uitzondering van overheidsgepensioneerden. Hiermee is de KKV dus gekoppeld aan de 2 beide voornoemde financiële bijstand, dus zwakke huishouden en mensen met een beperking, en aan AOV. Op dit moment komen landelijk per juli 2024 127.842 personen voor in het KKV-bestand. En van januari 2024 tot en met juli 2024 is in totaal 1.327.780.800 uitgekeerd aan KKV. Dank u wel, minister Sosafo. Minister GBB, alstublieft. Dank u wel. Goedenavond. Dank u wel, meneer de MC. Ik zal het eerst hebben over de actualiteiten wanneer het gaat om gronduitgifte. Als u onze page volgt, dan zult u zien dat we wekelijks de publicatie doen van de mensen die in aanmerking zijn gekomen van percelen landelijk. We doen het de afgelopen periode niet meer als vroeger om naar de districten af te reizen, om daar, om het zo te zeggen, om het zelf over te handigen aan de mensen. Maar we doen het nu. Wekelijks worden de namen dan gepost op Facebook, op onze page. Dan kunnen ze dan naar het domeinkantoor komen om dan hun beschikkingen dan te nemen. Ten aanzien van de achterstanden is er een commissie momenteel bezig om een systeem in place te maken of in place te hebben voor het uploaden van de oude aanvragen. Want het nieuwe systeem waarmee we momenteel werken is vanaf 2018 en daar zijn de stukken wel digitaal opgeloten. Maar alle aanvragen voor 2018 waren met de hand geschreven en meeste van de stukken, misschien zijn door de jaren heen zoekgeraakt. Sommige zijn in archieven. Dus het is heel moeilijk om dan misschien die stukken te achterhalen. Waardoor we dan momenteel bezig zijn om alle aanvragen voor 2017 te digitaliseren. Om dan die ook af te handelen. Ik zal het dan ook kort hebben over de dubbele uitgiftes. Want meestal wanneer ik de journalist of mensen dan ontmoet. Ja, minister, er zijn zoveel dubbele uitgiftes op het ministerie. Hoe staat het nu daarmee? De afgelopen jaren waren leermomenten en we hebben zoveel veiligheidskleppen gebouwd om dubbele uitgiftes dan te voorkomen. Er is een heel goede samenwerking met Emigalis. Wanneer ze opmerken dat er een perceel al eerder is uitgegeven, sturen ze eerst een mail naar het ministerie om te informeren als ze alsnog een perceel ID moeten toekennen aan zo'n perceel of niet. Dan op zo'n manier hebben we dan de meeste dubbele uitgiftes dan, zijn de meeste dubbele uitgiftes gestuurd. Ik zal dan afsluiten met conversie. Zoals u weet is het om de ene week wordt er conversie behandeld in de regeringsraadvergadering. Vandaag is goedkeuring gegeven aan 77 natuurlijke personen en 64 rechtspersonen. Om als al deze mensen geconfronteerd hebben, komt er ongeveer 2,6 miljoen in de staatkas. We hebben gezien dat heel veel mensen vanaf januari flink gebruik hebben gemaakt van conversie om hun grondhuur om te zetten in eigendom. Dus van hieruit wil ik ook dan de mensen dan motiveren die dat nog niet hebben gedaan om gebruik te maken van de gelegenheid, omdat dit duurt tot november. Dan zal de regering evalueren om te kijken als de prijs aangepast gaat worden. Ja, tot zover. Dank u wel, minister GBB. Voordat we verder gaan met de vragenronde, willen wij u beleefd vragen dat u uw naam doorgeeft en Mediahuis kenbaar maakt.
Welk mediahuis kan ik de gelegenheid geven om vragen te stellen? De naam is Doris Vitalini van SON Web TV. Ik heb een vraag voor de minister van Sociale Zaken. Minister, we hebben zo geluisterd naar een korte uiteenzetting van alles wat er allemaal plaats heeft gevonden bij het ministerie. Maar wat nu brandend is, is Monikarta kwestie. En daar hebben we nog niks over gehoord, omdat het... enkele leden in de DNA hebben daarover gesproken en anderen zeggen het is een Nyamoni Patu. Wat kunt u ons vertellen over Monikarta? En de minister van GBB, u heeft het gehad over elke week of ja, wekelijks of nou dagelijks, presenteert het ministerie lijsten van de mensen die dus dan in aanmerking zijn gekomen voor een perceel. Er zijn mensen die waarschijnlijk hebben geregistreerd. Misschien heeft een zoon, een dochter of wie dan ook geregistreerd. Maar de ouder is waarschijnlijk ook niet op Facebook of wat dan ook. Die kan dus dan niet gaan checken als die persoon in aanmerking is gekomen. Worden die personen dan opgebeld? Krijgen ze een sms'je? Hoe gebeurt dat? Thank you. Dank u wel, Son Web TV. Minister Pané. Over de Monikarta kan ik zeggen dat er enige achterstand was in de aanschaf van nieuwe Monikartas. De eerste deelbetaling aan de SPSB is intussen gepleegd. En gisteren was er een evaluatie met de bank omtrent de Monikarta. Er zijn inderdaad klachten, ook bij het ministerie binnengekomen. En die proberen we allemaal op te pakken. Er loopt ook een politioneel onderzoek. Er loopt ook een klatonderzoek. En wij zijn ook wachtende op het resultaat van het onderzoek. Dank u wel, minister Pané. Minister Forsweek. Dank u wel. Ten aanzien van het oproepen van de burgers om hun beschikking op te halen. De wet heeft dwingend voorgeschreven dat we moeten publiceren. En dat is eigenlijk wat we doen. Naast publicatie worden de mensen ook opgebeld als we hun telefoonnummers hebben. Eigenlijk bij publicatie moesten we niet alleen digitaal publiceren. We moeten ook op domeinkantoor de namen plakken, op de commissariaten de namen plakken. Maar u weet, in deze tijd is het heel makkelijk om iemand te bereiken via social media dan om... dan helemaal naar een commissariaat te gaan. Om te gaan lezen wat daar geplakt is, kan het langer duren. Dus de mensen worden wel gebeld, niet ge-sms. Het ministerie heeft geen sms-nummer. Als er geen nummer is, dan moet de persoon het maar via Facebook volgen. En ik denk dat de meeste mensen, al ben je zelf niet op Facebook, maar een familielid die jouw naam herkent, zal je zeker een melding geven om dan langs te komen om je beschikking op te halen. Dus de meeste mensen komen wel om hun beschikking op te halen, maar toch heb je ook een groot deel die toch hun stukken laat vervallen. Ze komen niet, we doen zoveel oproepen, totdat die stukken daar blijven liggen, maanden. En we hebben nog heel veel van zulke stapels daar. Dank u wel, minister. Volgende mediahuis. Goedenavond, Amanda Paleski News. Vraag van minister Pané. Er is in DNA bepaalde zaken aangehaald over fraude, rondom de Monikarta. Welke controlemechanismen heeft uw ministerie nu vastgesteld om deze fraudezaken te voorkomen? En we hebben begrepen dus dat het om 25.000 verminderde gevallen gaat. Dat is best veel. Wat zou u misschien daarover kunnen vertellen? Hoe het zo ver is gekomen dat 25.000 verminderde gevallen zijn geweest van mogelijke fraude binnen de Monikarta. Ja, dat is het voor u. U wel, Kienieuws, minister, als u zover bent. Ik ben niet bekend met het aantal gevallen. Terwijl de gevallen die binnenkomen via het ministerie, die pakken we wel allemaal op en sturen we allemaal door voor onderzoek. Omtrent de controlemechanismen hebben we gisteren ook
besproken dat we de distributie van de nieuwe monikatas op een andere manier zullen aanpakken. Dus de, omtrent de opzet moeten we daar nog helemaal nog uitwerken. Maar er wordt wel, het wordt wel op een andere manier gedistribueerd. Wel, minister, volgende mediahuis. Fishmani Thomas van Suriname Herald. Een vraag aan minister van Sociale Zaken. Wanneer we praten over controlebeleid bij de tehuizen, is zo'n plan van aanpak worden gemaakt. Hoe zit het daarmee? In welke fase bevindt het ministerie zich met betrekking tot het plan? Minister van GBB. Vorig jaar had de vicepresident aangehaald dat, we praten over rechtszaken tegen GBB, er toen al 565 rechtszaken waren tegen GBB, lopende vanaf 2012. Hoe zit het met de afhandelingen daarvan? Heeft GBB die zaken gewonnen, verloren? Graag wat updates met betrekking tot deze kwestie. Een vraag voor meneer Simon als woordvoerder van de president. Hoe zit het met de loononderhandelingen met de overheidsbonden? Want we begrijpen dat de ambtenaren ontevreden zijn. Als ik gelijk mag ingaan op uw vraag. De onderhandelingen zullen op 13 augustus voortgang vinden. En inhoudelijk kan ik dan geen antwoord geven daarop. Minister Pané. Omtrent de controle bij de tehuizen. Dat moet gedaan worden door de raden van toezicht. En de raden van toezicht die moeten nu verlengd worden. En we zijn bezig de laatste hand daaraan te leggen. En de controle zal daarna dan beter geschieden. Dank u wel. Dank u wel, minister Pané. Minister GBB. Ten aanzien van de rechtszaken kan ik aangeven dat de meeste van de rechtszaken toch in voordeel zijn gekomen van de staat. Want wanneer we zeggen tegen GBB is het de staat Suriname. De meeste rechtszaken die we eigenlijk binnen hebben zijn... Mensen stappen naar de rechter omdat ze een aanvraag hebben gedaan. Ze wachten 3 jaar, 4 jaar. Ze krijgen geen reactie. Dan gaan ze naar de rechter om het eigenlijk te bespoedigen. Dus dat zijn veel van de rechtszaken. Maar toch hebben we heel een aantal van ze toch kunnen winnen, om het zo te zeggen. Exacte aantal ken ik niet zo uit het hoofd. Maar mijn juridische afdeling, wanneer ik op deze vraag, zeggen dat we wel goed op weg zijn. Dus we proberen om zo nauwkeurig te werken om rechtszaken te voorkomen. Maar de meeste mensen stappen nu eerder naar de rechter wanneer hun aanvragen niet direct behandeld worden. Dus dat hebben we ook laatst gemerkt van oké, er komen heel veel brieven van advocaten binnen. Wanneer je het openmaakt om te beseffen, ik heb een aanvraag liggen, ik wil dat het bespoedigd moet worden. Dus vandaar dat het leek alsof er 600, 700 rechtszaken zijn, maar de meeste zijn gewoon bespoediging van aanvragen van burgers. Dank u wel, minister. En als er nog behoefte is voor een tweede ronde? Er is behoefte, alstublieft. Wanneer de korte mensen komen, ben je verplicht moet een beetje. Maar goed, dan richt ik me naar de minister van SOSAVO. Minister, we hebben begrepen, trouwens, DNA-lid van VAP heeft het aangehaald in de Nationale Assemblée, dat de leden die dus dan betrapt zijn geworden, of de medewerkers die betrapt zijn geworden in zaken de Monikarta case, als die nog, dat die nog werkende zijn bij het ministerie. Is dat zo? En als dat zo is, kunt u dat bevestigen? Als niet, dan geeft u dat ons door. Alsjeblieft, minister. Net wat ik al zei, er is een onderzoek gaande. En we wachten het resultaat van het onderzoek af. Ook de dienstinspectie van het ministerie is bezig met een onderzoek. Dank u wel, minister. Volgende mediahuis. Um,
voor sociale zaken. We weten dat er een kinderthuis was afgebrand. Zout der Aarde. De kinderen zijn toen geplaatst elders. Is er een update daarover waar de kinderen zijn gehuisvest? En als we praten over kinderthuizen, hoe kijkt het ministerie naar de verschillende schandalen van opvanginstellingen? En is er nu en duidelijk wat er allemaal daar misgaat? Is er ook een bepaald budget vrijgemaakt om bepaalde zaken te kunnen aanpakken? Wanneer we praten over goede controle bij de opvanginstellingen. Voor minister GBB. We hebben laatst gelezen dat de districtcommissaris van Kapalebo aan de bel heeft getrokken. Het gaat om concessies die worden gegeven, toezeggingen wanneer we praten over goud en houtwinning. Vooral in de gebieden van, waar de inheemse wonen. Bent u hiervan op de hoogte? Moet er niet samen met de gemeenschap hiernaar worden gekeken? En was er niet een stop juist op wachtend op de grondrechten kwestie? Dank u wel, minister Pané. Dus om controle uit te oefenen bij de kinderthuizen is het dan heel belangrijk. Of, wij vinden het heel belangrijk dat de raden worden ingesteld. Dus van daaruit kan er dan beter toezicht worden gehouden. En vanuit Zout der Aarde is er ook een beroep gedaan. Kinderhuis Zout der Aarde is er ook een beroep gedaan op het ministerie. En wij werken daaraan. Dank u wel, minister. Minister Forsweek. Ja, ten aanzien, ik heb ook haar bericht mogen volgen via een van de mediahuizen. Ik heb dan toen ook mijn onderzoek direct laten doen. Bij deze gaat het om één specifiek geval. Ik wilde deze niet bespreken, maar het gaat hier om zo te zeggen, jongens van de omgeving, jongens die daar wonen. Ik zal de naam van West Kabalebo Timber Company. Zij heeft het echt specifiek over deze. Het is zo dat hun aanvraag ligt sinds 2022 bij SBB. We hebben vorig jaar, 23 februari 2023, hebben we DC-advies opgevraagd van de DC. We hebben tot twee keer toe rappelschrijven gestuurd voor de DC. Ze heeft niet gereageerd. De DC, de VP van het land was daar op Apora bij een vergadering. De heren zijn toen naar de VP gekomen om te vragen waarom het hun niet lukt dat ze zelf 4000 hectare kunnen krijgen om te kunnen voorzien in hun eigen dingen daar in de hun eigen leefomstandigheid. En de VP heeft me gebeld om te vragen van minister, bent u op de hoogte van dit alles? Is van ja, we wachten nog steeds op DC-advies. Hij zei van omdat het niet groot is, vraag ik je om het toch te tekenen voor die heren. De kapitein of de basha zal naar de stad komen om het te komen ophalen. Ik heb het dan toen getekend. Het is getekend op 17 juni, voor twee maanden terug, 17 is het getekend. De basha is het komen halen bij SBB. En natuurlijk, wanneer we een concessie hebben uitgegeven in een bepaalde district, krijgt de DC een kopie, zodat ze kan zien dat we een beschikking daar hebben uitgegeven. Ze heeft dan een beschikking gekregen. Daarna pas heeft ze gereageerd dat we moeten wachten. Ze heeft niet gezegd bezwaar of geen bezwaar. We moeten wachten op haar besluit, terwijl de beschikking al getekend is. Dan vraag ik me af, okay, als het heren zijn of mensen van die omgeving, niet eens veel gevraagd, waarom zou ik het niet mogen afhandelen? Maar dan stuurt u wel advies voor mij, voor mensen die 10 maal groter hebben aangevraagd, wel positief advies. Ik heb bewust niet gereageerd daarop, totdat u nu de vragen heeft gesteld. Waarom stuurt ze wel andere adviezen, bijna 10 andere adviezen, van mensen die niet eens van de buurt zijn, van de omgeving zijn,
viermaal, tienmaal groter wat deze heren hebben aangevraagd, wel positief advies. Dat moet ze dan zelf beantwoorden. Dank u wel, minister. Volgende mediahuis. Minister Forsweek, het gaat heel goed met grondconversie, zie ik. Hoeveel heeft de staat tot nu toe in zijn totaalheid verdiend met grondconversie? En hoe worden dus de middelen die daaruit worden verdiend ingezet terug in GBB? Want natuurlijk, u zegt er moeten systemen aangeschaft worden, et cetera, et cetera. Hoe kunnen we dat dan terugmerken als burgers qua investering? Minister Pani, even weer teruggaan op een stukje van Monicarta. Want mensen vragen zich af hoe het zo ver is gekomen. Is er dus onderzoek gedaan naar hoe mensen hebben kunnen frauderen met Monicarta? Want het gaat wel om staatsmiddelen hier die gestolen worden. En deze staatsmiddelen zijn bestemd voor de sociaal zwakkeren. Dus als u even daarop kunt ingaan. Toch nog wat uitgebreider zou kunnen ingaan op die veiligheidskleppen die zijn ingebouwd. Want ik denk wel dat er indicatie is in hoe er is gestolen. Dank u wel, Kienhuis. Minister Forsweek. Hoeveel de staat momenteel binnen heeft gehaald, kan ik niet exact aangeven. Omdat u weet, onze staatshuishouden wordt in gaten gehouden door Minfin, maar ik denk dat we al boven de 20 miljoen binnen moeten hebben vanaf januari tot heden. En hoe middelen besteed moeten worden is ook nog niet concreet. De president zegt dat we het gaan gebruiken voor sociale doeleinden. We zullen het ook gebruiken bij GBB, want we hebben ook we hebben ook last tekort van voertuigen en al die zaken. Dus tot nu toe is het nog niet duidelijk voor ons vanuit GBB hoe wij eigenlijk ook gebruik zouden kunnen maken van de middelen van conversie. Dank u wel, minister. Minister Pané. Nou, omtrent de fraude bij Monicarta kan ik nog aangeven dat er een samenwerking hoogstwaarschijnlijk. Ik kan er niet echt veel uitweiden daarover, omdat het resultaat van het onderzoek eigenlijk nog niet binnen is. Maar er is wel samengewerkt, hoogstwaarschijnlijk met ambtenaren van het ministerie en medewerkers van de bank. Dus vandaar dat we dan bezig zijn met een andere opzet van de distributie. Want daar is het misgegaan. Dank u wel, minister. Als er geen vragen meer zijn voor de ministers, wil ik de ministers bedanken voor hun medewerking. En in afwachting op de minister van Onderwijs zullen we een... Oké. De minister van GBW wens iets te clearen. Alsjeblieft. Dank u wel dat u me toch de gelegenheid hebt gegeven. Momenteel gaat er een video viraal. Ik denk dat heel veel mensen het hebben gezien. Op Facebook iets van Para Oost. Waarbij men beweert de minister heeft een veld verkaveld, is het Roda-veld of Roda-complex. Toen ik de berichten gisteren heb gekregen van mijn collega Van Roos, heb ik dan direct ook onderzoek laten doen. En het blijkt dat het daar gaat om een eigendomterrein van, ik zal de NV-naam niet hier noemen. En ik heb dan toen weer contact opgenomen met Roos om te vragen, want ze zeggen er is een miniveld daar. Ik zei van, maar daar, uit ons onderzoek, blijkt dat daar een eigendom is. Hoe heeft de staat een miniveld daar gebouwd? Hij wilde documenten dat de eigenaar toestemming had gegeven aan de staat. Dus er gaat een video rond dat ik daar heb verkaveld. Dus ik wil het hier clearen dat daar echt gaat om eigendom. Er is zelf een beslag van 1.930.000 US dollar op dat terrein. Dus mensen die niet weten, die eigenlijk gebruik maken van het veld en denken dat het iets van de staat is, uit onderzoek van Gelis bleek dat het niet van de staat is. Dus dan weet iedereen het ook dat die nota Forsweek daar niet heeft verkaveld. Wel
Vanuit GBB hebben we al ons onderzoek gedaan. Ik heb Ros gevraagd om ook intern te kijken hoe het komt dat de staat. Want wat ik van de OD van sport heb begrepen, dat ze ongeveer $200,000 daar hebben gespend om een veld neer te zetten. Dan moeten ze even kijken hoe dat in toen der tijd is gebeurd. Maar ik heb daar niet verkaveld. Dat wil ik even duidelijk maken. Alsjeblieft, minister. Op de vraag van waar de kinderen van kinderopvang Zouden der Aarde zijn opgevangen. Zijn die opgevangen bij de kinderboerderij Para? Dank u wel, ministers. En in afwachting op de minister van... Oh, u heeft nog een vraag? Alsjeblieft. Gezien we afwachtend zijn. Nog een vraag voor de minister van GBB. We weten dat al een tijdje mensen online aanvraag kunnen doen voor grond. In welke fase bevinden projecten? Hoeveel uitgiften zijn gedaan op basis van de aanvragen? Komen er nog dagelijks aanvragen binnen? En hoe wordt eigenlijk het proces afgehandeld? Want mensen kunnen aangeven welke districten en er zijn speciale specificaties. Hoe vindt de verwerking plaats? En tot nu toe, hoeveel gronden zijn uitgegeven in het kader van de aanvragen die zijn gedaan? Exact kan ik niet aangeven hoeveel van de mensen die online hebben geregistreerd om perceel hebben gekregen, omdat de aantallen groot zijn. We hebben ook gemerkt dat sommige mensen bijna 10 keer registreren, omdat ze als ze 1 keer niet iets hebben gehoord, dan blijven ze registreren, waardoor onze bestaan nu uit bijna meer dan 80.000 geregistreerden bestaan. Heel veel, laten we toch zeggen, een kwart van de mensen zijn wel in aanmerking gekomen. Kijk, sommige mensen, je kan aangeven in welke district je wil. U weet dat Paramaribo, in Paramaribo bijna geen plekken meer zijn om mensen te zitten. Ook hetzelfde in Wanica. Dus de mensen die echt bijvoorbeeld in Komowijnen wilden, in Para, die mensen zijn eerder in aanmerking gekomen dan de districten waar het een beetje moeilijk is. Dus het gaat wel. Wat we ook hebben gezien is dat de organisaties zich bundelen en dan komen ze dan bijvoorbeeld met projecten of dan komen ze bijvoorbeeld met bepaalde groepen. Dus dat helpt ook veel mee voor. We hebben dan de leerkrachten gehad, we hebben de verschillende bonden gehad, we zijn nu bezig met de militairen. Zo heb je dan verschillende organisaties die zich dan bundelen en op zo'n manier worden dan de verzoeken makkelijker behandeld. Minister, ik zie dat Sunweb TV nog een vraag heeft. Daar richt ik me ook gelijk naar de minister van GBB. U heeft het gehad over de mensen die dus dan stukken, hun stukken liggen nog daar op het ministerie en zo. Maar je hebt ook mensen die hun stukken zijn gaan ophalen en gebracht naar een landmeter. Maar de landmeter heeft het proces van de persoon vertraagd. En is wederom gaan aanvragen, want je moet weer gaan aanvragen wanneer het is vervallen. En ook weer hetzelfde is dus dan gaan gebeuren. Hoe gaat u, of hoe worden zulke mensen geholpen? Want je hebt al betaald bij die landmeter. Je bent ook al geweest bij de bank. Als iemand in zo'n situatie zit, want ik ben dus hoe gaat zo iemand zijn of haar situatie moeten aanpakken? Het is een fenomeen dat momenteel veel voorkomt. Omdat we een tekort hebben aan landmeters. In totaal zijn er maar 18 beëdigde landmeters in Suriname. En sommige zijn echt prijzig, waardoor men niet eens kiest om daar te gaan. En de weinigen die minder nemen, nemen zoveel werk op zich. En ik bespreek ze niet, ze hebben een vrije beroep. Ze zijn niet in dienst van GBB, maar we hebben ze nodig om de perceel-ID's te maken. Dus soms maken we de afspraken met bepaalde landmeters van oké, we gaan 100 mensen voor u sturen. Geef ons een redelijk bedrag als u bijvoorbeeld 5.000 zou vragen. Neem dan 2.500, omdat u alle 100 mensen gaat krijgen. Ze gaan dan akkoord. En wanneer ze dat werk al hebben gekregen, dan laten ze die stukken van de mensen vervallen. Want een bereidsverklaring is 6 maanden geldig. En als de mensen hun perceel-ID niet hebben gekregen binnen de 6 maanden, dan moeten ze terugkomen voor vernieuwing. En bij 1 specifieke landmeter, ik zal zijn naam niet noemen. Ze hebben de mensen vanaf 2022 verlengen die mensen nog steeds.
En hij rond die stukken van de mensen niet af. Dus wanneer de mensen nu op het ministerie komen, zeg ik ze, ga je geld terughalen bij hem. Ik zal weer voor je vernieuwen, dan ga je naar een andere landmeter. Want voor mij is het ook te veel geworden. Dus we kunnen niks eraan doen om het zo te zeggen, maar we sturen de burgers niet meer naar bepaalde landmeters van wie we gewend zijn dat ze eigenlijk alles laten vervallen. Dus ik wil u aangeven om weer uw vernieuwing te doen. En dan, als het toch lukt om uw geld terug te halen, dan gaat u gewoon naar een andere landmeter. Dank u wel, minister. En als ik even in mag gaan op dat van grondconversie. Tot nu toe is er een totaalbedrag van rond de 90 miljoen SRD opgehaald geworden. En de regering streeft dat er eind dit jaar 150 miljoen opgehaald wordt aan grondconversie. En de regering, onder leiding van de president, heeft aangegeven dat de financiële middelen gebruikt zullen worden voor sociale doeleindes. En hiermee zijn wij gekomen aan het eind van deze persconferentie. Wij willen de ministers bedanken en de mediahuizen voor uw medewerking. Ook de samenleving willen wij bedanken voor uw aandacht en wensen wij u een hele fijne avond toe. Mijn naam is Jason Simon, woordvoerder van de president.